Het landelijk slagingspercentage van de middelbare scholen is dit jaar gestegen met 11%. Dit percentage kan nog oplopen na het herexamen. We waren tijdens de uitslag van het JC de Miranda Lyceum aanwezig, waar er een percentage van 63% werd genoteerd. Het Arthur Hogedoren Atheneum heeft het hoogste slagingspercentage met 91%, gevolgd door de scholengemeenschap Nikeri met 90%. Het EP Meijer Lyceum heeft 71% direct geslaagden. Het slagingspercentage van het HAVO is onveranderd ten opzichte van het vorig schooljaar, namelijk 44% direct geslaagden. De scholengemeenschap Senatendurm heeft voor HAVO een slagingspercentage van 66%, gevolgd door de scholengemeenschap Nikeri met 54%. Het Henry Daalberg College noteert 52% direct geslaagden. Op de pedagogische instituten is 50% direct geslaagd. Nikeri heeft wederom het hoogste percentage, namelijk 70%. Het IMAO noteert voor de dagopleiding een slagingspercentage van 70% en 35% voor de avondopleiding.